Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie zien, ik ben nog in het donker. Dat komt omdat het op dit moment 6 uur 's ochtends is. En ik ben onderweg naar Jordi om hem op te halen. We gaan zo meteen naar Polen. Ik heb er heel veel zin in, want ik ben natuurlijk al heel lang niet in Polen geweest. De laatste keer was echt met volle coronatijd. Dus ik ben echt mega benieuwd hoe het daar zal zijn. Ja jongens, we zijn nog geen uur onderweg. Of hij staat er weer te zeiken daar zo. Hey, schiet op joh! We rijden nu eerst naar de grens, daar even tanken. Zoals jullie kunnen zien, de zon is nu op. En ik haat zon. Voor vuurwerk haat ik zon, echt waar. Die sfeer is dan veel minder. Ik hou gewoon van lekker bewolking en zo. Lekker sfeertje, oud en nieuw sfeertje. Maar goed. Ja jongens, nog 5,5 uur rijden. En zoals jullie kunnen zien is er een hele rare smok of zo die er hangt. Het is wel sfeervol, man. Als het mist. Zo blijft in Polen deze mist. Het is dichter de mist. Dat is wel klote, ja. Maar als het mistig is, vind ik echt zo lekker de sfeer. Ja jongens, zoals jullie achter mij kunnen zien, heel sneaky, want hier zijn ze heel streng met filmen. Zijn we op de markt, daar zie je vuurwerk. Zie je het? Ja. Oké, dan gaan we gewoon even de markt op. Gewoon een beetje kijken wat ze hier allemaal hebben. Het is erg warm weer. Moet kijken, het is echt zomers. En ik had het nog niet uitgelegd, maar we gaan dus in deze vlog alle dagen samenvoegen. Dus ook de dagen van morgen en overmorgen en zo. Dus dan kunnen jullie alle dagen gewoon in één vlog zien een keer. Gewoon een extra lange vlog. Dus we lopen over de markt en zoals jullie zien, ze hebben niet enkel alleen maar vuurwerk. Ze hebben dus ook luchtjes en vaak ook dus messen, schoenen. Vertel eens daar dan bij die auto, heel die auto vol net. Ja, dat konden we niet filmen, maar ze hadden daar zo heel die auto hadden ze vol liggen met zinkies. Ja, ik laat nu wel even een foto in beeld zien. Heel die achterbak zat dus vol. Die winkel die bestaat dus niet meer, maar ze verkopen vanaf de kofferbakken hier zo. Hoe bizar is dat? Kijk die messen, jongen. Jordi is helemaal in zijn element, gek. Kijk die messen. Ziek hoor. Nou, zo ziet de markt er dus uit hier, jongens. Ja, jongens, we zijn dus nu weer in de auto. Achter ons is de parkeerplaats van de markt. En na de intro die we opnamen, of althans na het stukje dat we opnamen voor de markt, waardoor jullie vuurwerk zagen staan, fireworks, liep Jordi richting die man. En wat zei die? Kijk maar in de auto. Ja. Die achterbak gaat open, jongens. Er liggen Cobra's in, Shells in. Shells 4-inch, geloof ik. Zo. Ja, Zink 901 en 902. Ik zal, ja, jullie hebben net al het beeld kunnen zien. Maar verder is er geen enkel marktje meer hier zo waar ze dus vuurwerk verkopen. Zelfs geen nitraten. Dus volgens mij is er iets gebeurd hier. Waardoor ze gepakt zijn of wat dan ook. Want echt nergens meer. Vorig jaar zag je nog af en toe een winkeltje waar ze dan pakje nitraten verkochten en zo. Is nee, ook weg. Dus, alleen bij hem is auto. Ja, bij hem is de auto echt gewoon het gekste van het gekste vuurwerk. En hij staat daar dus gewoon op de parkeerplaats. Naar iedereen die dus naar fireworks kijkt, zegt hij hey hey. En dan gaat die achterbak open en dan zie je dus allemaal vuurwerk. Echt bizar. Maar waar ik dus wel erg benieuwd naar ben, is de Funkenstore. De oude, oude Pyromarket. Verkopen ze daar dan ook niks? Dat gaan jullie nu zien. Voor jullie een snelle shot, moet je kijken. Lufthouders, alles van Funken hier jongens. Zelfs de balie is vol met Funken. Binnenkort er een video over. Echt heel veel nieuwe dingen ook. Ja, echt, ik zweer, dit is zo'n zieke winkel. Maar die zien jullie dus binnenkort. Kijk deze vuurpistolen, Jordi. Die zijn ook blauw, maar die mogen niet helaas. We zijn op dit moment in de hotelkamer. We zijn ook even wezen eten, dat hebben jullie niet gezien. Jordi is hier aan het chillen, aan het bijkomen. We hebben best wel een chill uitzicht. Zoals jullie hem wel kennen, moet je kijken. Het begint een beetje schemer te worden. Hetzelfde appartement als vorige keer, ja, alleen toen zaten we verdieping hoger. Toen zaten we hierboven inderdaad. Drie was volgens mij zelfs. Ik dacht twee man. Maar we herkennen in ieder geval het uitzicht. Wat we nu gaan doen, is even wachten tot het iets donkerder wordt. Want we hebben in de auto hebben we wat vuurwerk. We hebben weer dat klote lampje hier, gek. Raar dat, hoe dit werkt. Oh ja, zo. Oké. We hebben dus bij de Funkenwinkel hebben we nog een cake gehaald. We hebben een zinkpel gehaald, F3. Dus dat wordt zo meteen even genieten. Even wachten tot het wat donkerder wordt. En dan gaan we eventjes die kant op, man. Laat ook even weten in de reacties, jongens, wat jullie vinden van deze video. Want normaal gesproken doen we dus iedere dag een nieuwe vlog. Maar ik dacht nu een keer van, hé, we gaan gewoon alles bij elkaar voegen. Dus later in deze video zien jullie morgen en ook de dag daarna.
Vergeet alvast niet te abonneren, jongens. Want we zien nog steeds dat heel veel mensen wel kijken, maar niet geabonneerd zijn. En jullie steunen ons massaal. Omdat vuurwerk is natuurlijk heel moeilijk om daar content van te maken. Ook omdat het langzamerhand gewoon verboden gaat worden. Steun ons gewoon. Abonneer, druk op het belletje en doe alvast een like omhoog. Daarmee geef je ons echt volledige steun en dan kunnen we verder met nieuwe video's. Allereerst hebben we een zink bomberaketen nummer 920. Behoorlijk zwaar. Is hier gewoon toegestaan. Echt een hele... Ook die stok is dik, hè? Ja. Dat is echt niet normaal. Als je die op je auto krijgt, dan... Dan ben je niet blij. En we hebben de Corolla... Variations van Funke. 20 shots, 500 gram, 30 mm. Die gaan we ook even afvuren op een locatie. Dit is even puur voor de vlog. En jullie zien waarschijnlijk in deze vlog nog meer hoor. Alleen voor dit moment doen we dit even. Mug hier jongens. Niet normaal. Corolla Variations. Ziek ding. Alle drie. Ja jongens, politiecontrole daar zo. Volgens mij of er is iets gebeurd. Ja jongens, zitten we dan. Lekker ontbijtje. Smaakt het? Ja man. Nou, moet je kijken. Het is dus helemaal af. Binnenkort gaan jullie een video hierover zien. Maar nu laat ik jullie wel even heel snel zien wat je binnen hebt. Maar een uitgebreide video, want we mogen als het goed is ook even daarachter kijken. Zien jullie binnenkort. Even een kijkje nemen in de bunker hier jongens. Wat een hoop vuurwerk. Dit is echt de hemel van het vuurwerk. Alles staat hier klaar om straks uitgeleverd te worden. Dit is een goede bestelling dit. Kleine inkoop voor nu jongens. Om even te stoken. Wat een knaller gek. Deze WT. Zo. Oh. Oh joh. Die waren zo duur. Hey. Goeie knallers zijn dat, hè. Let go. Dus we zijn weer even een rondje richting de markt. Moet je kijken jongens. Even kijken of ze daar... Wat gaan wij doen? Ja, we gaan even kijken jongens of we mogen filmen. In die kofferbak van die kerel. Zou wel lachen zijn. We hebben net ook even gestookt zoals jullie hebben kunnen zien. Hij heeft daar ook gewoon rustig kat 4 liggen nog. Dat ja. Gewoon illegaal een polo. Hier heb je dus wel jongens. Alleen mag ik echt niet filmen, dus ik moet echt even uitkijken. Zo. We dachten dus, toen we hier in de, gisteren waren, dat is dezelfde video, dachten we dus dat de winkels geen vuurwerk meer hadden. En dat ze dus uit de kofferbak aan het verkopen waren. Kennelijk hebben we dat tentje gemist. En nu hebben ze toch nog in die winkels hebben ze vuurwerk. Ik zal jullie kleine delen laten zien van die shots. Maar ze zijn zo streng erop. We mogen echt niet met, die, met dat ding wat je nu aan in je hand hebt filmen. Want, ja, ze zijn gelijk helemaal met hun ogen erop. Je kan niks doen. Maar jullie hebben in ieder geval, jullie zien nu in ieder geval wel shots ervan dat het in ieder geval nog wel te koop is. Dus de volgende stop. We gaan weer even wat bijhalen. We zijn net op de markt geweest. Jullie hebben het kunnen zien. Betere beelden kunnen opnemen. Wel sneaky. Maar die man die, ja, ze zijn zo streng. Maar we gaan dus even naar deze winkel die hier zit. Er zijn er twee achter elkaar. Hier zit er eentje. Die achterste zijn we... Ja, dat is zover ik me kan herinneren niet geweest. Ja, nee, nog nooit, omdat hij altijd dicht was, maar hij is dus open. Kijk maar hier, film nu maar. Hoppa. Allemaal pijlen. Heel benieuwd. Allemaal pijlen en shit, dus laten we maar parkeren. Kan dat hier zo? Nee. Zo.
Ziek, Funke. Volgende winkel, jongens. Hier hebben ze ook aardig wat. Hier zijn we vorig jaar ook geweest. Maar laat even zien dat je hier ook een hoekje hebt. En verder is het gewoon een supermarkt. Jordi is chagrijnig. We hebben al heel lang niet gegeten. En hij wil naar dit restaurant. Dus Jordi, ben je in je element? Weet je wat rare is hier? Je moet dus je mondkapje op als je door de Mac loopt. Maar ga je zitten, kan die af. Zo raar en allemaal van die schermen ertussen en zo. Zo. Ik begrijp helemaal niks van. Dus als je zit, dan kan je het dus niet verspreiden ofzo. Maar goed, we gaan lekker chatten. Jordi heeft weer zoals altijd lekkere dingetjes besteld. Ik ook. En moet je eens kijken, we hebben gewoon plastic rietjes. Eigen rietjes meegenomen. Joh. Inmiddels na het stoken zijn we weer even op de hotelkamer. We hebben net gegeten, jullie hebben het kunnen zien bij de Mac. Ik ben aan het editen. Zoals gewoonlijk een stookvideo. Jordi zit op zijn oude vertrouwde stoeltje. We hebben daarachter ook nog wat vuurwerk. En dat gaan we zo meteen afsteken. Het is nog niet helemaal donker. Maar ik denk wel dat we zo moeten gaan, man, Jordi. Nee, maar het is snel donker, hè? Ja. Kijk maar, het wordt hier een uur eerder donker. Omdat we denk ik meer oostelijker zitten. Maar ja, daarom moeten we er wel voor zorgen dat we een beetje met schemer al aankomen. We hebben verschillende dingen. Jullie gaan het straks nog wel zien. We gaan een aantal beelden laten zien in deze vlog. Zoals gisteren gaan we niet alles laten zien. Omdat we dat overhouden voor stookvideo's. In ieder geval die mooie pijl die jij gebroken hebt gisteren, die gaan we nu wel even doen. Gefixt. Ja, die is gefixt inderdaad. Schijn eens op die pijl. Perfect die stenen zo, hè? Schijn eens. Ja. Zink 920. Let's go. Zink 920. Oh, dit. En nu die hele grote fontein. Ben benieuwd, man. Kat 3. Ja, die moet echt omhoog gaan, gek. Hij zou heel hoog moeten zijn. Oh, boven die stenen, hè? Ziek, hè? Kijk hoe hoog. Holy shit. Hier, op jouw beeld kan je dan zien hoe hoog het is. Wat een ding, gek. Ik ben gaaf voor je, jongens. Bro. Hey, kijk eens gelijk vuur. Kijk dit beeld. Kijk dit! Die dingen blijven zo ziek, hè? Ik zit weer in de auto. Ik zal even die airco een beetje lager zetten. Zitten weer in de auto. We hebben net die pijl gedaan en nog wat andere dingetjes gestookt zoals jullie hebben kunnen zien. Nu zijn we aan het wachten bij een 24 uur shop. Jordi is even naar binnen, want je moet weer mondkapjes op hier. En we hebben maar één mondkapje, dus Jordi is even naar binnen. Wat we gaan doen is dat we zo meteen weer even naar de hotelkamer gaan en dan halen we weer wat op. En zoals jullie inmiddels wel al weten, denk ik, gaan we dan weer naar een stooklocatie. Ik weet niet of ik dat in deze vlog ga doen, maar ja, we gaan straks nog wel even wat bijstoken. Jordi komt net naar binnen. Wat heb je gescoord dan? 4 flesjes. Een mondkapje kan inmiddels wel af, hoor. 1. Lijkt wel een tandarts, gek. Het is weer een nieuwe dag. We gaan zo meteen even ontbijten. De tas is al helemaal ingepakt, want we gaan zo meteen weer terug naar Nederland. Hier zijn nog wat dingen van Funke. We hadden wat posters meegekregen. Altijd leuk om eventueel mee te livestreamen. Dus dat we daarachter dan iets doen ofzo als achtergrond. Hierachter zien jullie Jordi. Die staat zijn make-up te doen.
De deur niet even dicht doen, hoor je. Nou, die heeft de hele nacht open gestaan, gek, de hotelkamerdeur. Even kijken hoe het weer nu is. Ik blijf zeggen, jongens, ik vind het in december vind ik het hier veel lauwer dan nu. Dan is het veel kouder, meer sfeer. Je hebt gedoucht en shit. Ik kon gisteren niet eens gedoucht. Ja, jongens, we zitten dus weer aan het ontbijt. Het is echt mega druk hier. En vooral door het weekend, volgens mij. Hè? We hadden niet later moeten komen. Nee, we hadden niet later moeten komen, jongens. En de zon schijnt weer zoals altijd. Maar ja, that's it. Ja, jongen, kijk wat er nog in zit. Vlak voordat we over de grens zouden gaan, want haal me eens eruit, zit er gewoon nog een JCWT in. Het is er maar eentje, maar... Hoe hebben we die kunnen missen, man? Het is genoeg om weer gezeik mee te krijgen. Precies. We gaan dus de auto doorzoeken of er niets in zit. En dit was ons hotel, jongens. Hier lekker overnacht. Niks meer te vinden? Nee. Er kan zomaar weer een nitraantje in zitten, gek. God. Ja, dat is... Maar die gooi je gewoon weg, joh, zo. Kijk wat die in zijn handen heeft, jongen. Ja, die moet wel even weg. Want geloof me, in Duitsland zijn ze ook streng. Word je dadelijk gepakt, jongens, omdat je één traatje hebt. Hoe zielig zou dat zijn? Precies. Dus daarom gaat hij straks zeker weg. Desnoods flikken we hem uit het raam, gek. Ja, dat komt wel goed. Nog even wat dingen halen, jongens. Geen vuurwerk, maar moet je kijken. Daar heb je vuurwerk. Daar heb je vuurwerk. Overval alsof er ook echt veel politieauto's zijn. Ja, jongens, Jordi staat nog even bij het vuurwerk. Hoor je nog wat? Kijk, die cake daarachter, No Limits. Kijk die daar. Ja, man. Kijk, jongens, COVID testen hier zo. Ze slaan er een goed slaatje uit, gek. We zijn nu weer in Duitsland. En slecht nieuws. Geen controle. Film maar even naar de... Naar het telefoontje. Het is gewoon 9 uur rijden. Volgens mij staan er overal files en zo. Ik hoop echt dat het nog in loopt. Dat is echt niet normaal. Wij lekker vroeg opstaan zodat we vroeg thuis zijn. We zouden eigenlijk om 4:30 terug zijn. Ja, wat is dat? Maar hij is hier zo 6:30. Dus dat zou echt zwaar kut zijn. Ja, man. Dus we zijn inmiddels weer in Nederland. Gelukkig hadden we geen vertragingen. Echt, dat zou echt iets van 3 uur vertraging zijn. Uiteindelijk was het hoe lang? Nog steeds wel een uur vertraging, dus dat is erg jammer, moet ik zeggen. Maar ja, je moet altijd rekening houden met wegwerkzaamheden of wat dan ook. Er zijn ergere dingen, zou je zeggen. Klopt. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze Polenvlog. Een keer alle dagen bij elkaar. Laat even weten wat jullie ervan vonden, jongens. Er komen nog veel meer Polenvideo's aan. En misschien maken we wel nog een keer een trip. Maar dan moeten jullie even in de reacties zetten of jullie dat leuk lijken. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Later!